Zullen we even gaan zitten? Ja, dat is goed. Nou, Yvonne, welkom. Dankjewel. Op het kasteelterrein van Jonkheer Ram, ofwel de Ridderhofstad Schalkwijk. De ambachtsheer hier was Adriaan Ram. Adriaan Ram, dat was een zoon van een Ram in Utrecht, die daar burgemeester was. Ah. En Adriaan Ram was ongelooflijk rijk. Daar heb ik verbanden met VOC, dat verklaart een hoop. Maar hij had de reformatie en de adel mocht niet katholiek zijn. Behalve als die heel rijk was. En Ram was heel rijk. Nou, we lopen nu eigenlijk op de fundament, de muur, de voormuur van het kasteel. Die was zo'n 90 centimeter breed. Zo, dat zijn dat is best muren. Dik. Ja, zeker. Nou, en dit was dan eigenlijk de ontvangstruimte, de voorruimte van de schuilkerk. De schuilkerk, ja. Wie kwamen daar allemaal? Ja, herenboeren. Herenboeren, ja. Ja, en dat zullen er een 12, misschien 14 geweest zijn in het hele gebied. Ja. Dan de vrouwen erbij. Dan ben je met 28. Ja. En de priester. Ja. Priester van de Horst was dat dan. Ja. Ja, dan en die mensen stonden toen nog, ja. Hè? Ja, dat is waar. Dus geen kerkbankjes. Deze tijd gaan we allemaal zitten of op onze knieën zitten. Ja. Nee, mensen stonden. Alle herenboeren, die waren in de schuilkerk om van de Horst. Dat was dan de priester om daar de mis van te volgen. Ja. En dat duurde al 17 jaar dat hij dat deed, hè? Zo lang? Ja, want Ram werd gedoogd. Ja, en ja, met een vader die grote invloed heeft. Ja. Maar op een gegeven moment werd het toch te gek. Dus hij moest gearresteerd worden. Ja, hij is gevangen genomen. Dat hij en zijn vrouw. Adriaan Ram werd veroordeeld, werd uit het sticht verbannen. Voor 10 jaar. En de toren moest daarop worden geslecht. Ja. Afgebroken. Ja. En de ophaalbrug moest verdwijnen. Er moest een vaste verbinding worden. Dat niemand zich meer daar zomaar op kon houden zonder dat iemand daarbij kon. Ja. Oké. Okay. Oh, wauw. Dat is een hele mooie plek. Ja. Een mooie boom. Nu staat er een boom, maar ik denk dat het vroeger in de tijd van het kasteel iets anders was. Klopt dat? Ja, de belangrijkste plek van het kasteel. Hier was de waterput. Ah, okay, ja. En dat kwam eigenlijk weer terug op die terpen, dus verhogingen in het landschap. Zandgrond. Dat was dus zand. En daar kon je dus makkelijker bij het water komen. Ja. Want de polder hierachter, die hebt een kleilaag van 60 meter 60 dik. 60 meter? Dus daar ga je geen water vinden. Ja, dus dit was een belangrijke plek. Dus water had het kasteel, dus was onafhankelijk van de buitenwereld. Ja. Als het om water ging. Ja. Nou, hier lopen we eigenlijk het personeelsgedeelte in. Personeelsgedeelte. Hieronder was stuk? Allemaal keuken. Ja. Wasruimte, werkruimte. Wat was dit voor ruimte dan? Nou, dit is heel apart. Dat heb ik ontdekt vorig jaar pas. Dat er eigenlijk een huisje was wat helemaal solidair op het terrein stond. En er was hier dus eigenlijk een pad wat liep. En er was hier een pad wat liep. En hier heb waarschijnlijk Sophie Ram. De zus van Adriaan Ram, die heeft hier waarschijnlijk gewoond. Waarom had ze een aparte ruimte dan? Misschien dat Ram zei, of zij was een hele. Ram was een apart figuur. Ja. Zijn zus zal niet anders geweest zijn. Die zou misschien zeggen: ik wil mijn eigen ruimte. Nou, die Sophie Ram is hier overleden. Okay. Dat weet ik, uit de archieven. Ja. En er staat ook bij dat ze overluid is in de Dom van Utrecht. Oh, ja. Nou, daar ben je wel iemand. Ja, zeker. Wat is dit voor... Dit is de kakdoos. Een kakdoos, ik denk al. Ja, het is de kakdoos. Ja. En hier werd dan op elke verdieping, dus er waren 2 storttorens. Op verschillende hoogte. De eerste verdieping, die was dan deze toren. De tweede verdieping was voor deze toren. Ja. Want zoals nu heb je de wc's gewoon mooi boven elkaar. Ja, dat kon maar niet. Dan zou je elkaar op de kop kakken. De behoefte van de ander op de kop krijgen, ja. Nou ja, goed. Het kwam in de gracht. Ja. Nou, de gracht. Dit is de slotgracht dus nog een stuk. Dit is de slotgracht, ja. Nou, hier was die breder als 15 meter, maar dit hier is hij wel 20 geweest. Nou, ik zie hier bij het kasteel zie ik ook een mooie tuin liggen. Is dat dezelfde tuin als deze? Ja. Ja? Ja. Oké. Okay. Het ziet er heel mooi onderhouden uit en nu nog steeds. Is dat altijd zo geweest? Nee. Dit bestaat pas sinds 2014. Sinds 2014 ongeveer. Pas, zo aangelegd. Ik weet niet exact.
Het is dan opnieuw aangelegd. Het is ook uitgezocht hoe die tuin historisch was. En er waren kruiden door het hele jaar die dus hier ja, opkwamen. Iedereen mag hier nu dus vrij komen, toch? Ja, ja. Nou, ja de grap is... Ja, een openbare tuin. Er komen hier op een dag zomaar 50 mensen langs. Zeker met dit weer. In coronatijd, iedereen was aan het wandelen ineens. Ja. En toen wisten ze dit plekje ook te vinden. Maar de meesten, die lopen ook wel door. Want als ik dan hier bij het hockey van de ijsbaan ben, lopen mensen door. Dan zeg ik, nou mis je het mooiste plekje van Schortrijk. Ja. Daarom hangt er ook bij het ijsbaanhockey hangt er een platte grond.